Wij vissen vandaag, zoals je waarschijnlijk al aan de titel hebt gezien, een wedstrijd. Dan, vis! Gast, what the fuck? Ja, snoek! Dan! Snoek! Oh! Goede! Blijf. Blijf staan. Blijf. Ja, goedemorgen. Wij staan op dit moment op een shady parkeerplaats midden in Amersfoort. Hey. Shit kopen. Ja, shitjes willen kopen. Nee, goedemorgen allemaal. Wij vissen vandaag, zoals je waarschijnlijk al aan de titel hebt gezien, een wedstrijd. En dat vis ik natuurlijk met mijn vaste vismaatje voor wedstrijden, Dennis. En we hebben vandaag een streetfishingwedstrijd in Amersfoort. Toevallig dezelfde stad waar ik hem vorige week zelf georganiseerd heb. Maar vandaag is hij van Sportvisserij Midwest Nederland. En voordat ik de video begin, over 2 weken is er nog eentje in Alkmaar. Kan je nog voor inschrijven? Ik doe zelf ook weer mee. Dus het is wel leuk als je tegen mij de battle wil aangaan. Tegen dat kan ons. Dat. Tegen ons. Maar ja, we zijn nu dus op een shady parkeerplekje midden in Amersfoort. Even de laatste voorbereidingen aan het doen. We laten hier 1 auto staan met allemaal hengels erin. Ik ben voor Dennis even een FG-notje aan het knopen. Ja, we hebben er zin in. We hebben een masterplan gemaakt. Ons plan is, we gaan eigenlijk maar 2 stekken vissen vandaag. Dat is de bedoeling. Met een wedstrijd wil je slim vissen en slim je stekken uitkiezen. En hoe meer je aan het lopen bent, hoe minder je aan het vissen bent. Nou hebben wij ervoor gekozen om 2 stekken te kiezen waar we in theorie alle 3 de soorten... Waar we alle 3 de soorten kunnen vangen. Vandaag mogen wij 5 baarzen per team, 3 snoekbaarzen per team en 2 snoeken per team vangen. Dat zijn de quotums. En alles wat we daarbuiten vangen, dat telt niet mee. Dus als ik zeg maar 10 baarzen heb, tel de grootste 5 mee. Nou hebben wij als plannetje dat wij eerst gaan proberen om minimaal 2 snoekbaarzen te vangen. En als wij 2 snoekbaarzen hebben en het gaat makkelijk, dan vissen we nog door voor een 3e. Maar als wij er 1,5 uur over doen om 2 snoekbaarzen te vangen, dan gaan wij er vandoor met 2 snoekbaarzen. Want dan denken wij dat dat wel genoeg is. Want dan hebben wij ook het idee dat de andere teams ook moeite hebben met de snoekbaarzen. Dus dan hebben wij vrede toch met 2. Ja, toch? Ja, dan rennen we de binnenstad in. Dus het wordt echt, want we starten straks in de binnenstad. Dat gaan jullie zo meteen zien. We gaan keihard rennen. We zullen een heel stuk moeten rennen. Dan komen we hier aan. Snoepbaars. Zijn we klaar? Gaan we terug rennen. Rennen we stad in. En dan hebben we daar zo bij de koppelpoort. Eigenlijk gaan we gewoon de 2 meest bekende stekken van Amersfoort vissen. Gaan we daar proberen dan op snoek te vissen. En dan moeten we maar even kijken hoe het gaat. Ik hoop dat we alles volvangen. Ik hoop dat we winnen. We gaan weer ons best doen. Dennis is altijd mijn vaste wedstrijdmaatje en dat gaat altijd wel lekker. We zijn goed op elkaar ingespeeld. Ik heb trouwens mijn grote camera niet bij me. Ik ga alles doen met iPhone en GoPro vandaag, want het is niet praktisch voor mij om tijdens de wedstrijd rond te rennen met een camera van 2,5 kilo. Ben jij er klaar voor, Denzel? Wiggle. Look at die. Gaat hij het doen? Ja, ik denk het wel. Ik denk het ook. Coca-Cola kleur. Is je hengel nog heel? Mijn, zeg maar, tophengel. Wordt altijd gebroken door iemand anders. Ik heb al 3 keer via de verzekering nieuwe gekregen. Zin in? Ja, onwijs veel zin in. Ik heb er de hele dag al zin in. Dat nee, misschien een dag is net begonnen, man. Daarom. Zo. Pam, 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 pam. Ja. Oh, dit is een beetje. Deze is shiner stijl. Ja. Ik denk dat hier dan ook gevangen zijn. Zo. Maar die echt even serieus, hè? Maar hoe goed zijn spinnerbeesten nu deze tijd van jaar? Fucking goed. Dit is allemaal snoektanden. Oh. Kijk, dit rubbertje is ook helemaal aan bonken, hè? Die shed is helemaal aan... Kijk, die shed hier. Oh, Jezus. Er hangen per scheur in. Nice. We zijn er bijna. Nog even een paar dingetjes klaarmaken. Spinnerbeetje. Hop. Oei. Dit is mijn lieveling. Qua kleurtje. Zo. So, zo bruin, zilver. Zo lief voor de fancy bikes. Ja. Hi. Zo, Denzel. Jiggle wiggle. We zijn licht bepakt. 2 hengels. Schep net en onhaal maar weg in de andere auto. Wij moeten straks sprinten. Ja, nog een broodje naar binnen gewerkt. Wij zijn er zo helemaal klaar voor. Koffie en kakken. Oh. Hey.
Hallo mevrouw. Je ook mee? Is hier neerleggen? Dus wij nemen het vandaag tegen elkaar op? Ja, zeker. Oké. Okay. We willen wel van jou winnen. Kan je rekenen? Reken het dan maar niet op! Hey! Hey! Goedemorgen! Ja. Hoe is het? Zijn jullie er klaar voor? Ja, wij wel. De vraag is of jullie dat zijn. Nee, we moeten dan vanuit de wc. Oh. Hey! Hoi. Wow, jij hebt een mega baarspet. Ja, ziek hè. Dan vang je vast hele grote baarzen. Ja, en baarden. Mega baard. Mega baard. Ik ga niet gelijk full gas, gewoon flink door. Linksaf. Gaan we tuteren? Ja, is iedereen er klaar voor? Tuteren. Ja. We kunnen kiezen, we kunnen nu daar en dan tegen de stroming in. Of hier met de stroming mee. Kijk, wie die eerste vis vangt, jij hier is aan. Nee, dat kan niet. Nee, 20 meter. Wat? 20 meter toch? Ja, maar je mag aan één kant van de brug vissen. Kiezen, je moet nu kiezen. Meestal vang ik het beste. Jij mag kiezen. Ik heb hier nog nooit gevist. Ja, als we hier. Want, ik twijfel een beetje of we hier gaan zitten of daar gaan zitten. Ik wel snel, dat loopt nou voor. Oeh! Waar ga je Daniel? Hier ga je onder. Ja, even proberen. Nu gaan we naar de grote brug zeker. Ja, denk je achter. Nice. Succes. Vang een dikke, ja? Yo man. Zit je? Hier. Er is niemand. Ik ben ontwerper, dus ik kan hem niet aanpakken. Ja, vis. Nee, tak. Met touw eraan, met visdraad eraan. Even kijken. Moet ik dat hangen? Allemaal shits aan. Nee, zie je. Het voelde ook niet als een vis. En toen ineens kwam hij heel raar mee. Weer dat ding. Even doen. Gaan we niet uittrekken? Ik zit nu vast aan de vislijn, dus ik zal hem niet te trekken. Kun je even het schepnet anders pakken? Ja. Pak hem heel, nou nog een maar. Pak hem maar. Dit is jouw shit, of niet? Ja, mijn staartjes er al af. Gewoon recht naar achter trekken nu. Ja. Hoppa. Ja? Ja, mijn shit is in ieder geval los. Ja, anders had ik hier nog 8 keer aan vast komen te zitten. Nu trek ik hem gewoon los. Eigenlijk moet straks één van onze verdagen zitten op dat hoekje. Ja, mag ik dan naar die dingen toe gooien of niet? Nee, je mag er sowieso naartoe gooien. Alleen dan zit je, daar zit je continu vast. Dan vissen we allebei op een andere manier. Ja. Het zit vast. Snoek. Kutzooi. Ja, hele dikke snoek. Kutzooi. Bijt zo mijn antenne eraf. Oké, ik heb het dus een klein beetje verpest net.
Ik heb net mijn schroefje van mijn GoPro in het water laten vallen. Dus ik kan geen chest mount erom doen. Dus ik moet nu elke keer op elke slechte GoPro gaan neerzetten. Dat is wel een beetje vervelend. Nee, ik vroeg me af waar jij stond, maar je staat daar. Dan, twist! Hele dikke! Hele dikke! Dikke snoep! Ja, hele dikke snoep! Of een hele dikke snoepbaars. Dikke snoep. Heel raar. Het is echt fucking beugel die snoep. Laatste snel scheppen straks. Rood waar ofzo. Nee, snoepbaars volgens mij. Ja hè? Ja, wel in de bek. Van een hele grote. Yes, yes! Fuck yeah! Oeh! Zei je toch, gast? Oh, 70. Paatsch! Skurt! Skurt, skurt! Zou die checken, een staartje voor checken hebben? Huh? Nou, komt ze nou het staartje van mijn shirt uit? Nee, mijn staartje is er al af. Nee, joh! Oh, dat ik daarvoor dus ook al een aanbeet. Fucking vet! Oké. Wat een buffel! Ja, is groot. Yes. Lekker hoor. Een grote vis. Lekker man. Heerlijk. Dames, dames. Wee. Wat een buffel, jongen. Wat een beest. Kijk, daarvoor heb ik dus een kniptang bij. Damn, jongen. Oh, wat een lab, jongen. Blijf maar in mijn vinger, jongen. Blijf maar net weg. Boom! 71. Wacht, leg ik jullie even neer zo? Jalla. Ja? Oké, nice. Mooi mannetje, ik ga hem gauw terug doen. Hij is boos, jongen. Ja. Daar gaat ie. Doei. Goodbye, my lover. Yes, gast, yes! Zag je zo'n slide telefoon? Leuker, jongen. Fucking vet. Oeh, allemaal zand. Aan de andere kant ook? Ja, samen denk dan. In verband ook met even de haak van snoep fluor. Ja. Oh, dat is wel mooi vandaag. Ik wil eigenlijk ook nog even langs de overkant gooien. Ja, ik denk namelijk als ik daar langs twitch, dat ik ook nog wel jij trek. Ja, waar we al overheen gegaan zijn dat wij ze wel kunnen pakken. Ja. Jij is mee, twitch, bitch. Maar dan kan ik ook mooi even die dingen gooien. Ik wil graag nog een ding gooien. Is goed. Oh. Ik kom eraan, jalla jalla. Zo. Lekker man. Nou, eerst een stekje mooie vis. Voor nu even een stukje kruipen. Wat een stek dit. Maar dat maakt niet uit. We hebben de eerste vis binnen en het is echt een grote. Het zou zomaar de grootste snoepbars van de dag kunnen worden. Snel nog even bij Dennis een worpje maken. Laatste woord. Laatste woord. Ja. Oh, ik breek mijn anus, jongen. Ik ga zo heel swifty over die rand heen van die brug. En mijn voet glipt weg. Ik val zo met mijn binnenkant van mijn bekken. Met mijn. Op die rand. Hier verwacht ik ook nog wel snoek langs die planten. Maar vooral. Zeg maar, snoek hier. Ja, ja. Of snoek daar. Ja, ja. Buiten stroom. Ja, ja. Maar daar naast. Ja, daar vang ik altijd baarsjes. Oh, daar vang je altijd baarsjes. Ja, en hier. Hiernaast, langs al die takjes. Ik ga weer even naast de brug, of onder de brug. Ik ga een paar keer met Twitch mee. Ik moet even een nieuw opslagje, voorslagje erop zetten. Oh, ben je wel allebei kwijt? Ja, allebei kwijt. Ja, die ene heb ik wel fluor. Ja.
Hallo. Nou, ik denk dat ik zo meteen maar ga focussen op de baarsjes. Snoepbaars is een beetje klaar hier, denk ik. Nu toen kom ik al een hele mooie. Dennis, ik kom er zo juist achter dat mijn favoriet Twitch bait geen achterkantje meer heeft. Ja, dat is niet zo'n mooi kantje. Jammer. Jammer. Kan je via links? Nee. Eén of twee. Nee, ik vang ze normaal altijd in het hoekje naast het rode bord. Ja. Oké. Hey Dennis, volgens mij werkt mijn GoPro weer een beetje. Kijk. Je zou vooral echt in het witte, zoveel mogelijk in die stroming vissen, als het lukt. Snel gaan snoeken, man, die baarzen doen het niet. One minute, 37 seconds later. It's my goody goody. Whoa, wiggle wiggle. Hier heb ik hier fucking veel snoekbaars onder gevangen. Onder dit bruggetje. Ja, allemaal van die minis. Allemaal Dennis snoekbaarzen. Ja, maar dat is ook goed. Heb je nog een heel klein jikje eraan? Je vingt ze allemaal op een black minnow trouwens. Oh, gast, what the fuck, gast. 40 centimeter baars. Yes! Fuck. Gast. Nee. Wat een monster, gast. Die fucking spinnen, mate. Ja, het is helemaal niet voor jou bedoeld, man. Nou, die is zeer welkom. Die is zeer welkom. Yes, gast. Wat een baars. Kijk dan, op die neespinnerbeet. Oei, oei, oei. Wat een page. Hij dacht ook die... Waar is de... Hij is een dik gast. Dit is 37 strepen, toch? Ja. Oeh, net gast. Yes, gast. Lekker, even met netje terug. Ja, ik zit nog een netje. Lekker, maatje. Lekker, maatje. Yes. Wat een baars, gast. Oh, sorry. Yes. Lekker, gast. Weet je wat ik deed? Nou? Ik liet hem gewoon hier zo langs het kantje. Ik liet hem wel vallen, maar ik sleepte hem één keer. Maar precies door dat stroomrandje. Ja, ja, precies. Ja, daarvoor deed ik het ook. Maar gast, lekker. Niet dat ik er niet over nadenk. Wat een ding, jongen. Wat een ding. Ja, nu nog twee snauken erbij. Dan winnen we hem, denk ik. Oh, de spinnerbait, hé. Oeh, wat heb je hier voor secties? Oeh. Dat was eigenlijk mijn secret weapon om dat ding te vangen. Maar ja, dat ging niet helemaal op. Let op. Was op, het is wel mega. Ik ga nu een snoekbaars vangen. Ja, vis. Oh! Thijs is zakken, gast. Ik zie Nick in mijn lijn naar rechts schieten. Ja, zin zo. Houd er rekening mee, hè. Ja, vis. Ja. Yes. Helemaal vaker met mijn zin erop. Hoppa. Ik maak even deze woord op. Hoppa. Zin zo. Gast. Wee, baars 21. Even met de schepnetje terug. Komen ze hoor, de baarzen. Missen jullie dus daarvoor al heen, hè? Ja. Kapitein Sinzo strikes again. En dan gaan we... deze nog even naar magneetje klik? Ja. Ja, we moeten echt wel heel snel snoeken gaan vangen. Als we hem willen securen, moeten we één snoek minimaal hebben. Ik denk twee. Groot hoor.
Vis van 180, denk ik. Oh! 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 Snoek is veel te groot, bedoel je? Snoek is veel te groot. Fuck yes! Yes! Jij voor je schep net stil. Ja, ik ben onderweg. Oh mijn god. Dikke jongen. Wauw. Zo. Sorry. Ja toch? Net al twee mooie baars hier. Jezus gek. Krijg je hem eruit zo? Kan ik hem zo... Nee. Andere hand. Nu kan het wel. Bibbers een beetje. Hebbes. Het is een dikke jongen. Schotman, een dikke jongen. Dat is een lap. Dat is een lap, ja. En hoeveel centimeter? 80. Kijk, ik pak hem zo op. Ja. Maar even op één druk. Wacht, ja, hij ligt niet recht. 81. 81, toch? Ja. 81, ja. Zeker. De arm moet even terug. Mooi. Als jij... Kijk dan jongens, dikke 80 centimeter plus snoek. We hebben nog heel even. We gaan hem gauw indienen, maar wat een bakbeest jongens. Woe! We hebben nog eentje nodig denk ik. En dan misschien winnen we wel de wedstrijd. Echt een bakbeest. Peter, oh, shit, oranje was ik er al 80 keer overheen geweest. Ja, maar ja, dat is dan... Ik had ook zo'n voorgevoel. Van, ik vis hem nog even af. Ik vis hem nog even uit. Ja, kijk mijn trailer. Ja. Shredded. Watermelon sugar. Watermeloen, suiker. Ik denk, grote kans, grootste baars van dag. Snoekbaars, grote kans, grootste van de dag. Snoek, ook wel redelijke kans dat het de grootste van de dag is. Maze Runner van Nees. Dit is mijn favoriete spinnerbait. Alle tijden, zilverkleurtje. En dan hebben we hier een schroefdraad. Dan kunnen we heel mooi... los zo'n shedje eraan schroeven. Hoppa. En dan zit hij los van mijn haken. Dan staan mijn haken hierboven. Dan zijn we klaar voor. En dan kunnen we weer. Ah, jullie kunnen hier best naar beneden, joh. Dat lukt wel. Klein watervalletje. Dat gaat gewoon lukken, joh. Weet zeker. Ik heb er alle vertrouwen in. Mie. Nie. Baars, tu. Zullen we hem linksom pakken? Ik vang al het meeste snoek op dit stuk namelijk. Ja, we moeten gewoon meters maken, één snoek vangen, hè? En dan zijn we klaar. Zo lekker jongen, ik vis hem zo mooi tussen al die planten door in de hoop op een snoek. Ik vis hem eerst voor zijn bed langs. En daarna probeer ik hem een beetje ertussen door te vissen. Wel op snelheid. Ik wil die snoeken niet laten twijfelen. En ze moeten hem pakken of ze pakken hem niet. Dus vaak nu in de zomer is dat wel echt top. Gewoon rap vissen. Krijg je tikken, Dan, of niet? Krijg je beet? Echt? Had hij hem bijna, ja? Hoe groot was hij? Ja, 15. Oké, prima. Ja, oh, tikkie. Kan tikkie. Denzel, we hebben nog een uurtje. Ja. We moeten tempo erin houden. We moeten nog één snauk. Voor een snauhek. Een snauhek. Dan, ik moet denk serieus. Nee hoor, vis maar. Kijk hoe ik vis. Mis je er een? Net snoepbaars. Toet. En weg. Ja joh. Even shed langs gooien. Snoek? Baars? Ja? Dan, what's a bird? Een snoekie of zo? Ja, een snoekje of een grote baars weer. Hmm. Op de spinnerbait. Los. Pakt hem. Schud een keer en het is weer los. Kut. Ik zag wel dat het vis was. Dus niet dat ik zo makkelijk ben. Ik denk dat een plant gevangen heeft, zeg maar. Nee, precies. Oké. Ik loop een klein stukje verder. Hier is een brug. Ja, gooi hem maar helemaal uit. Kijk dan.
Woe! Nee, 2 uur. Nou, Dan, het is klaar. Volgens mij hebben wij best een goede wedstrijd gevist. Ik vond het lastig. Het was lastig. Ik vond het frustrerend. Ik vond het erg kort. En ik ben erg bezweet en ik heb pijn op mijn poot. Het enige wat ons niet is gelukt volgens plan is de 2 snoeken. Ja, voor de rest van. Want wij hadden verwacht, we gaan wel 2 snoeken vangen. Die hebben we niet. Maar we hebben die. Hadden wel gezegd, ja, die snoekbaars die is wel erg onwaarschijnlijk. Ja. En die hebben we wel. En ja. Dik ook. Wel blij. We hebben mooie vissen gevangen, man. Ene snoek. Met die snoek hadden we denk ik de winst gesecured. Ik denk dat het nu spannend is. Het was een We hebben lekker gevist en ik zou het heel knap vinden als het andere team meer heeft gevangen. Dan hebben we daar wel respect voor, ja. We hebben eigenlijk maar 4 vissen, maar ja, het kan gewoon genoeg zijn. Maar het waren ook echt, we hebben die 4 vissen met veel plezier gevangen. Zeker. Ik heb ook lekker gevist. Ja. Alleen ik vind het altijd 4 uurtjes net 1 uur te kort. Ja. Met 1 uur extra hadden wij dit hele stuk nog kunnen afvissen. En dan hadden we denk ik nog wel een aanbeet gehad. Ja. Ik ben heel benieuwd naar de uitslag. Ik ben ook heel erg benieuwd of jullie denken dat wij hebben gewonnen. Want je mocht dus vandaag 5 baarzen aanleveren. 5 baarzen, 3 snoekbaarzen en 2 snoeken. Nou ja, wij leveren maar 4 vissen aan van de 10. Maar ja, als het zo moeilijk is, dan kan dit gewoon genoeg zijn. En we hebben natuurlijk een snoekbaars van 71. Een snoek van 81. Een baars van 37? Ja, volgens mij wel, ja. Nou, over 2 weken doen we weer een wedstrijd. Ja. In Alkmaar, in mijn hometown. Alkmaar? Dat wordt leuk. Alkmaar is mijn altijd winststad. Ja? Knock on wood. Dennis en ik realiseren ons trouwens dat ik op een van mijn eerste worpen op een Twitchbait echt een super dikke snoek heb verspeeld. Ja, thanks voor de reminder. Ja, ja, precies. Beetje haten op dat snoekje van 30 centimeter. Ja, echt jongen. Dat was een aanbeet. Ik voelde die aanbeet en ik keek naar rechts, want ik dacht dat er iemand over mijn lijn heen had gegooid. Zo'n rare veeg was dat. Ja, toen zette ik de haak en toen was het flap. Ja, dat zijn vaak van die echte dikke snoeken, echt grote vissen. De wedstrijd in Amersfoort met wat middenvis als normaal moet ik zeggen. Want normaal wordt er eigenlijk wel heel goed gevangen. En ja, vandaag vullen de vangsten eigenlijk een beetje tegen moet ik zeggen. Ik ga zo over wel tot de prijsreiking. 12 teams hebben de vis gevangen en de andere teams helaas niet. De grootste vis, ik ben benieuwd. Deze kunnen wij misschien wel hebben. Wellicht. Het zou zomaar kunnen. Als je nog harder fluistert, kun je net zo normaal zijn. Oké. Okay. We beginnen met de baars. Die is gevangen door Team Double D. Hey! 37 cm. Lekker hoor. Yeah! Auw! Yes! Die was 71 cm. En nogmaals, Double D. Hey! Gefeliciteerd, jongen. Dank u wel, meneer. Dank u. Yes! Zou je willen? Nee, ik mag niet aan. Oh, oké. Okay. Zou ik nog een groot snoek hebben, denk je? Nee, ik denk het niet. Ah, jammer. Hey! Dat scheelt niet veel. Nee. Lekker. Dat is Team Hoogland met 2,42 meter. Hey! Netjes hoor. Hey, shit. Niet gewonnen. Nee, maar mooi uit. Ah, shit. Dan gaan we nu naar de nummers 2 met 2 meter 10. Dus 32 centimeter minder. Dat was 1 meter 22. Dat was Team Double D. Hey! Dank u wel, meneer. Dank u wel. We mogen een prijs uitkiezen. Ja, je mag. Oké. Okay. Voor prijs om te kiezen. Ja, we mogen kiezen tussen 100 euro cash, 150 euro cash. Nou ja. Of een tas. Spullen. 150 euro cash, okay. Denk ik. Of niet? Okay. Of niet? Ja, jawel. We gaan voor de monies. Hey, bedankt. Top. Lekker gast. Gaan we naar de derde plaats. Tweede. 2 meter 7 en wij hadden? 2 meter. Was dat dan een ene snoepje van 30 centimeter? Ja, dat was het ene snoekje van 30 centimeter. Ik ben wel echt benieuwd wat zij gevangen hebben. Ik denk dat zij dan 2 snoeken, 4 baars of zo, ja, 5 baars. Ja. Misschien hebben ze ook wel een snoekbaars. Gaan we vragen zo. De mannen! Jullie hebben gewonnen! Dat was een eer. Lekker! Wat hebben jullie gevangen, als ik vragen mag? Snoek van 87. Ja? Snoek van 55. Ja? Snoekbaars, wat was die? 44 of zo. Oké. Okay.
Twee kleine baarsen. Nou, twee kleine baarsen. En een baars van 34. Ja. En nog een klein baarsje. 20. Lekker man. Netjes. Ja. Goed gevist. Waar hebben jullie gevist? We zijn echt wel serieus goed gevangen. Waar heb je die snoepbaars? Wij moesten wel echt werken voor... Ja, jullie waarschijnlijk ook. Maar wij moesten wel echt werken voor dit, man. Nee, alles bij die achterste brug. Die blauwe die omhoog gaat. De koppelbrug. Wel! Nee! Ja, maar daar hebben ze niet gevangen. Oh. Maar als je er achterlangs gaat door de bush, door de hoge gras. Ja, ik ken het. Daar zijn we helemaal langs gegaan door alle dorens. Ja? Ja, niemand kwam daar. Ja. Dus alles voor het kantje. Ja, alles voor het die kantje. Die stek ik jou had gegeven. Ja, die blaas. Ja, alles voor het kantje, alles gevangen. Ja, gefeliciteerd. Wij hadden maar... Ik heb ook prijzen, kijk. Henk van de Hengel hebben. Ik heb allemaal prijzen, kijk. Kom even kijken hier. Kijk. Was geen succes nu. Zo dames en heren, dat was hem weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de spannende wedstrijd. Wij vonden het in ieder geval super leuk. En ja, mooie tweede plek. En de grootste vissen van de dag. Dus helemaal super. Over 2 weken hebben wij nog een wedstrijd in Alkmaar. En dat is natuurlijk de stad waar ik woon. Dus die gaan we goed voorbereiden. En hopelijk wel winnen. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Aankomende zondag komt er een heel erg vette video uit. Maar daar ga ik nog niet te veel over verklappen. Ben je nog niet geabonneerd? Doe het dan even hieronder. Geef even het likeje. En dan zie ik jullie graag weer aankomende zondag om 7 uur terug bij een nieuwe video. En dan wil ik jullie nogmaals bedanken voor het kijken. En de mazzel.